Maar ik heb helemaal het idee dat de PVV nu heeft gewonnen op rechtse thema's. Linkse thema's? Het zijn allemaal linkse thema's. Het gaat om de zorg moet beter, het minimumloon moet omhoog, minder belastingen. Mensen moeten weer kunnen wonen. Dat zijn allemaal klassieke linkse thema's. Natuurlijk gaat het om al die thema's, maar welke oorzaak wijs je daarvoor aan? En dat merkte ik vaak als ik met kiezers sprak. En dat merk je ook als je wel eens in debatten ziet. Mm-hmm. Als je hem hoort vertellen waarom de zorg volgens hem te veel kost, dan is de reden immigratie. Als je hem hoort vertellen waarom er geen huizen meer beschikbaar zijn, mm-hmm. dan is de reden niet de keuze voor de vrije markt of het gebrek aan sociale huurwoning, maar dan is dat immigratie. Nee, dat dus de thema's zijn er zeker. Klimaat, maar de manier waarop je die uitlegt, ja. dat is natuurlijk steeds op rechts gebeurt. En rechts heeft dit hele debat ook al jaren in handen. Maar vind je het jammer, Eus, dat beeld dus nee, kennelijk het klopt niet. Kijk, het klopt niet dat de PVV een eendimensionaal extreemrechtse partij is. Dat klopt gewoon niet. Wel als je vind gaat kijken. Vind je dat die zo wel wordt neergezet dan? Vreemdelingenhaters, racisten, weet ik veel wat, xenofoben. Het is maar inderdaad. Wie zegt dat hier aan tafel dan? Nee, maar in zijn algemeenheid. Ik suggereer toch niet dat het hier aan tafel wordt gezegd. Ik suggereer gewoon een algemeen beeld van de PVV. Nou, de mensen in Nederland die geschrokken zijn van deze grote uitslag, die denken. Je kan zeggen, sociaal, cultureel is het inderdaad een heel rechtse partij. Maar sociaal-economisch is het een linkse partij. Mm-hmm.